Hey, leuk dat je weer kijkt naar Bord Voor Je Kop. Dit spel was een hit voor het gedrukt werd op karton. In 2019 was Tomáš Uhlíř een deelnemer aan een 9-kaartenwedstrijd op BoardGameGeek. Dat is een website. Ja, hoge ogen voor deze solo-dobbelervaring, want dit was precies wat het volk wilde. Tijdens de lockdown was de print-and-play versie al wereldwijd door cartridges verankerd in papier en zijn bordspelcollecties en rommelladers geplunderd voor ruimteschepen, vervangers, dobbelstenen en trackmarkers. Czech Games Edition was er dan ook als de kippen bij om Tomáš te contracteren. Hier kreeg onze voormalige architect de ruimte om zijn concept uit te breiden en is Quantjay Moriaar bijgehaald voor een comic benadering van deze Unplugged Space Invaders. En zie daar, Under Falling Skies. Tomáš Uhlíř omschrijft zijn kindje als een mix van Space Invaders, Independence Day en XCOM. Hoog tijd dus om deze buitenaardse cocktail op tafel te zetten. Zonder reden, zonder waarschuwing en zonder genade vallen ze de aarde aan. Waarom? Ik zie het je denken. Geen idee. Wie ze zijn? Ik weet het niet. Wat komen ze doen? Ik weet niks. En wat doe je als je iets niet begrijpt? Geen idee. Terugslaan. Ja, terecht. Dus nu is het aan jou om die kanonnen naar de hemel te wijzen en alles wat ons luchtruim binnenkomt volledig naar de galaniezen te schieten. Lang leven de mensheid. Under Falling Skies is een solospel waarin je elke ronde door dobbelstenen te plaatsen een stad op aarde verdedigt tegen onze safe space invaders. Een ronde is ingedeeld in 3 fases, die als een Steve Reich album heerlijk repetitief blijven tot aan het einde van de rit. Als eerste wordt er gedobbeld en die dobbels mag je toebedelen aan de kamers. Afhankelijk van waar je de dobbel toebedeelt verplaatst ook dat buitenaardse gebroed. Als tweede worden de kamers geactiveerd en worden de acties uitgevoerd. En als derde, en net als in het echte leven, heeft het moederschip het laatste woord door een stap dichter bij de stad te komen voordat alles weer van vooraf aan begint. En jij bent de commandant in dit geheel. De spin midden in het web van de situatiekamer. En je dobbelt alsof het lot van de aarde ervan afhangt. En dat is ook zo. Elke ronde zijn deze 5 bad boys opties. Opties om kamers te vullen in je ondergrondse basis. Want je verdediging en aanval worden hier voorbereid. Zoals iedere afgestudeerde alfa op de arbeidsmarkt weet, kennis is macht. Je kunt die vliegende schotels uit de lucht blijven schieten tot je in ons weegt. Maar als je je tijdens dit alles niet afvraagt waarom en hoe en waar je het nou eigenlijk allemaal voor doet, dan eindigt je stad als een rokende hoop stenen. Oftewel, je moet onderzoek doen. Dit groene spoor hier, dat staat voor je research. En als het je lukt om dit fiche helemaal van hier naar hier te krijgen, dan betekent dat dat je genoeg informatie bij elkaar hebt geresearched om het moederschip te stoppen en de stad van een gewisse ondergang te redden. Een overwinning voor de mensheid. En dus voor jou. Voorlopig. Deze 5 meedogenloze stenen, daar moet de klus mee worden geklaard. Zodra de teerlingen zijn geworpen, beginnen de kopzorgen. Ze moeten dan worden toegewezen aan deze kamers hier in je basis. Als je deze 3 hier neerlegt, dan levert dat 3 stroom op. Die elektriek heb je hard nodig om dit andere kamertje te activeren, waarmee je de ruimteschepen kan vernietigen die je in het vizier hebt. Dus waar wachten we nog op? Pomp die stroom in je guns en knal de griezels naar de... De teerling is een grillige minnaar, want als ik deze 3 hier neerleg, dan betekent dit dat deze buitengewone onaardige buitenaardse vliegenier 3 stapjes dichter bij mijn stad komt. Wat best wel een beetje eng is, want als die tot mijn stad komt loop ik schade op en een stad kan nou eenmaal zoveel schade incasseren voordat hij in puin ligt. Je kunt de vaart van de UFO's wel een beetje afremmen door je dobbelsteen toe te wijzen aan het afweergeschut. Maar is dat wel zo slim? Je offert namelijk dan niet alleen een waarde op die je ook ergens anders voor zou kunnen gebruiken. Het is ook nog eens zo dat je in iedere kolom van je basis maar 1 dobbelsteen mag plaatsen. Stel nou dat ik die teerling gebruik om het afweergeschut te activeren. Dan kan ik al die kamers hieronder deze ronde niet meer gebruiken en kan ik dus ook geen research meer doen in deze groene kamer hier. Wat wel hard nodig is, want als ik dit groene visje niet als de wierde weer ga helemaal tot hier weet te pompen, ja dan, ja, sorry beste inwoners van Roswell, dan durf ik niet voor de gevolgen in te staan. Het leven van een commandant in tijden van interplanetaire onrust bestaat uit wikken, wegen en knagende teerlingtwijfel. Pas wanneer alle dobbelstenen ergens zijn toegewezen, kan er even adem worden gehaald. Maar nu is het tijd om die geplande acties uit te voeren. Eén voor één, in een volgorde die jij fijn vindt, haal je de geplaatste dobbelstenen weg en voer je de acties aan de hand van de waarde van zo'n dobbelsteen uit die bij de kamer hoort. Nu kan je die 3 stroompunten oogsten. Stroom is saai, maar het is van vitaal belang. Het is nodig om de kamers te activeren. Geen stroom, geen activaties. Je kan dus nu ook je wapenkamer zijn werk laten doen, want alle vliegende schotels die op dit soort veldjes staan, kan je aanvallen met je luchtmacht. Wil je deze baddies in een dogfight uit de lucht knallen? Dan activeer je een gevechtskamer en betaal je de stroomkosten. Is het aantal ogen in die kamer gelijk of hoger dan die op de vlakken staat waar een UFO op staat? Dan zijn al deze UFO's uitgeschakeld en gaan ze per direct terug naar het moederschip. Dogfights zijn nodig, maar het is een doekje voor het bloeden. Wil je zand in de machine gooien, dan zul je je focus moeten verleggen naar de bron. En om het moederschip te stoppen, zul je research moeten verrichten. Activeer deze kamer om via deze track onderzoek te verrichten. En ook hier geldt, de waarde van je dobbelsteen is het aantal plaatsen dat je de marker mag verplaatsen. Onderzoek is van cruciaal belang en de manier om het spel te winnen. Maar het is ongelooflijk duur en grillig. Soms zul je voor één stap meer dan 9 of 10 of soms wel meer dan 10 ogen moeten inzetten. Nood aan structureel meer ogen? Een robot is je rots in de branding. Activeer met je dobbelsteen zo'n metalen makker die je vervolgens ergens in je basis mag stationeren. Die brave borst kun je meerdere beurten achter elkaar inzetten om de kamer waar die in is neergezet te activeren. Zo kun je dus bijvoorbeeld een steady stroomtoevoer regelen zonder dat je iedere keer een nieuwe dobbelsteen hiervoor hoeft neer te leggen. En hadden we al gezegd dat we totaal niet waren voorbereid op een aanval van deze grootte? Want de basis die is nog in aanbouw. Bij aanvang zijn nog niet alle kamers gebouwd. De blauwdrukken zijn aanwezig, maar je zult de rest van de basis moeten uitgraven met de excavator. Wat? Door een dobbelsteen op het spoor voor dit wagentje te leggen, kun je nieuwe stukken van je basis uitgraven en zo, als een analoge XCOM, betere, efficiëntere, duurzamere kamers vrijspelen. Ook dat nog. De oplettende kijker heeft ze vast al gezien. De grijze en de witte dobbelstenen. Die 2 witte werken precies hetzelfde als de 3 grijze, maar er is 1 groot, heel belangrijk verschil. Zodra je een witte dobbelsteen in je basis gelegd hebt, moet je de andere, nog niet geplaatste dobbelstenen opnieuw rollen. En dit simpele mechaniek voegt een tactische kers op de taart toe waar je u tegen zegt. Het geeft je namelijk een beetje houvast, een beetje grip op de wispelturige willekeur der teerlingen. Reset je je kansen of tart je liever niet het lot en bewaar je die onvoorspelbare witte stenen voor het laatst? Je zou kunnen zeggen dat die stenen een klein push-your-luck elementje toevoegen. Durf je het erop te wagen om alles opnieuw te rollen? Met alle gevolgen van dien? Commandantmeister, lekker gewerkt. De dobbelstenen zijn geplaatst en je beurt is klaar. Neem een slok van je welverdiende koffie en zet je schrap voor het volgende dobbeldilemma. Vol angst aanschouw je hoe dit mega gigantische moederschip het luchtruim vult. Iedere keer als jij je beurt hebt afgerond, komt deze joekel een stap dichterbij. En de kans is groot dat dat gepaard gaat met akeligheden. Dat er bijvoorbeeld zo'n klein kreng in het spel erbij komt. Of dat je je research track naar achter moet zetten. En als dat moederschip dan dit doodskopje weet te behalen, dan is het gedaan met de pret. Potje Under Falling Skies is een intense balanceeract waarbij je beslissingen continu heen en weer schommelen tussen direct ingrijpen en investeringen voor de lange termijn. Je wil zo snel mogelijk je research omhoog krijgen, maar misschien kun je beter eerst je basis uitgraven, want dan komt er een research facility vrij die je +2 waarde geeft op je daar geplaatste dobbelsteen. Wil je dit, dan zul je die UFO's die op het punt staan je stad in te vliegen eventjes hun gang moeten laten gaan, maar kun je dat wel veroorloven? Durf je die gok te wagen? Besef je wel wat de gevolgen kunnen zijn? Je bent de architect van je eigen noodlot, want in deze hele balanceeract staat 1 ding vast. Jouw progressie is ook hun progressie. Wanneer de paniek in je basis toeslaat omdat er een ernstig tekort is aan energie, dan is die ene 6 die je net gedobbeld hebt en daarna je ligt te lonken een zeer welkome energieboost die je in leven zal houden. De keerzijde van die 6 is dat de balans per direct wordt opgemaakt. Wil jij grote stappen maken met hoge ogen? Prima, ga je gang. Maar winst voor jou betekent ook winst voor de aliens. Je orkestreert je eigen regenbui aan buitenaards geweld. Want die boost aan energie zal ervoor zorgen dat een UFO 6 stappen naar beneden duikt met het enthousiasme van een overgemotiveerde kamikazepiloot. En dit is niet iets wat het spel tegen jou heeft lopen plotten. Dit was jouw keuze en het is dan ook aan jou om het op te lossen. Je kan dan ook niet simpelweg elke beurt de hoogste cijfers in je basis knallen en met macht 10 het hele luchtruim ontruimen van buitenaards kwaad. En ver vooruit plannen, dat is nou ook niet echt een optie, want je zult altijd rekening moeten houden met de witte dobbelstenen. De grootste zekerheid die je kan krijgen, is dat je eerst die grijze dobbels plaatst, dan een van de witte, waardoor je laatste witte dobbel alsnog een wilde gok is, want die moet opnieuw gerold. Maar soms heb je niet alles even hard nodig dat je aan het begin van een ronde hebt gedobbeld. Wil je in de meeste spellen hoge ogen gooien, kan het hier zomaar zijn dat je juist een dansje doet van plezier met een gedobbelde 1. Soms wil je alleen maar lage getallen. Misschien omdat die kleine ufo'tjes gevaarlijk dicht bij je stad komen, of omdat je dat ene ufo'tje net dat baantje wil laten opschuiven. Of misschien heb je deze ronde maar één hele hoge dobbel nodig en mag de rest juist lekker laag zijn, omdat je deze ronde alle ufo's perfect wilt uitlijnen om ze met een dogfight te vernietigen. Plaats je dan eerst een witte dobbelsteen om de rest een reset te geven met het risico dat het totaal verkeerd kan uitpakken? Of ga je het doen met de dobbels die het lot je heeft gegeven en beproef je je geluk later, na het plaatsen van een paar grijze dobbelstenen? Dit is het spel. Ja, en dit is een goed spel. Gematigheid en overwegingen zijn woorden die ik aan Under Falling Skies zou willen toeschrijven. Je zult jezelf in bedwang moeten houden. En begrijp me niet verkeerd, dit spel is spannend. Dit spel is zo spannend als een goede thriller waarbij de onthulling steeds dichterbij komt. Het is een Independence Day in slow motion, waarin het moederschip als een dreigend zwerk langzaam in het ritme van jouw maat naar beneden dendert. Zoiets? Zo gaat het helemaal niet. Het is heel bijzonder hoe Under Falling Skies met minimale middelen zo'n intense speelervaring levert. Iedere dobbelsteen telt, of je nou hoog gooit of laag. Je hebt altijd dat knagende gevoel dat er een oplossing in de stenen verborgen zit. Dat er een winnende combinatie is die je verlost van al dat immer naderende onheil. De voldoening die je krijgt als je al je worpen precies goed in je basis gepuzzeld krijgt, waardoor je genoeg stroom weet op te wekken om vier schepen neer te halen en intussen ook nog je research omhoog weet te krijgen. Oh, wat voelt dat goed. En om dit allemaal te kunnen ervaren hoef je geen keiharde euro's over de balk te smijten. Eén klik op de link hieronder in de video is genoeg, want het basisspel rolt zo je printer uit. En met een uurtje handenarbeid of DIY, het ligt er maar net aan hoe oud of hoe hip je bent, maak je jouw versie van Under Falling Skies. Maar wil je meer? Hou je van verhalen? Wil je karakters ontdekken die jou kunnen helpen bij deze invasie? Brandt het verlangen om erachter te komen waarom zij zonder waarschuwing ons luchtruim zijn binnengekomen? Dan is deze optie een no-brainer. Haal die doos in huis. Naast het gemak dat alles op tweezijdig karton is gedrukt, krijg je dobbelstenen, krijg je ufo's en zitten er 4 scenario's. Oftewel 4 verschillende hoofdstukken die je meenemen in deze sci-fi dobbel dilemma dogfighter van het jaar. Toegegeven, de verhalen zijn klein en simpel, maar geven net dat beetje extra. In elk hoofdstuk unlock je nieuwe vaardigheden en ontmoet je nieuwe karakters die je door de campaign heen zullen bijstaan. En verdedig je nieuwe steden die ieder eigen kwaliteiten geven of juist beperkingen opleveren. Kom op mensen, dit is een winnaar. Ondanks dat er heel veel verhaal en vele extra's worden toegevoegd aan het basisspel, wordt het nooit log. Het blijft een supersterk minimalistisch spel dat weet wat het is en hier trouw aan blijft. Dat minimalisme is om over naar huis te bellen, maar dan wel met een kleine kanttekening. Als deze stukken van het speelbord bijvoorbeeld een kleine inkeping hadden gehad of zoiets, dan zouden ze net wat minder alle kanten opschuiven tijdens het spelen. Als je nou denkt, dat is toch niet zo ernstig, dan heb je gelijk. Ik hou erover op. We kunnen het beter hebben over dat alle stukken dubbelzijdig zijn bedrukt en op allerlei manieren te mixen en te matchen zijn, zodat je eindeloos kan variëren en de moeilijkheidsgraad kan afstemmen op je gemoedstoestand. Meer krijgen staat hier ook gelijk aan meer spel. Je krijgt meer keuzes, meer opties om te overwegen, zonder dat het ook maar iets van de vaart en soepelheid afhaalt. Voor iets meer dan €35 kan het lijmpistool in de kast blijven liggen en zorgt het verhaal ervoor dat je misschien toch net dat potje extra wil spelen, omdat je moet weten wat er komen gaat of wat je nu weer wordt aangeboden om deze close encounter af te weren voor het een War of the Worlds wordt. Dit apocalyptische dobbelspektakel is ontworpen voor 1 speler. Jij tegen de aliens. En dat werkt. Binnen no time ben je diep verzonken in de strijd die zich hier voor je op tafel ontvouwt. Deel je liever lief en leed met een lotgenoot? meestal niet getreurd. Wij hebben aardig wat potjes met z'n tweeën gespeeld, waarbij we om de beurt de rol van commandant aannamen, die door de ander werd geadviseerd en voor fatale fouten werd behoed. Dat we in dit geval niet allebei een eigen poppetje hadden of karakter besturen, dat deed er niet echt toe. Het voelde als een ware co-op ervaring. En wat voor een. Ik durf wel te zeggen dat het onze band naar nieuwe hoogtes heeft gebracht. Ja. Under Falling Skies is niks minder dan een meesterwerk in minimalistisch design. Hoe Tomáš Uhlíř met een simpel, oeroud, dobbel wat stenen en doe daar wat leuks mee principe een meeslepende sci-fi breinbreker tevoorschijn weet te toveren, ja, dat verdient toch al echt een officiële Bord Voor Je Kop sticker. Maar ja, die hebben we niet. Sorry Tomáš, anders hadden we heel die doos volgeplakt. Beloofd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende. Heb jij nou die space flavors te pakken, maar ben je meer een bouwer dan een breker? Dan kan je je non-verbale banden opbouwen met je vrienden in de crew. En is de solo spelen met een voorliefde voor esthetiek in je opgeborreld? Dan is Everdell een heerlijke plek om in je eentje te bezoeken. Maar wat we niet solo kunnen is dit kanaal runnen. In de vreemde wereld van YouTube help je ons ontzettend door je te abonneren op ons kanaal. Dus like, subscribe, klik op die bel en als je wil, schrijf een comment. Ja, laat ons eens even weten wat jouw favoriete space spel is. Ciao!